Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Vandaag gaan we een experiment doen uit de keuken-experimentendoos. En het proefje dat we vandaag gaan doen is deze tafelvulkaan. Wat we daarvoor nodig hebben is een bordje of een schaal. Dan hebben we bakpoeder nodig, azijn, een beetje afwasmiddel. En als je het wilt, rode kleurstof. Ik heb rood-roze kleur genomen, want ik dacht dat zou vast wel leuk zijn, een roze vulkaanuitbarsting. En dan gaan we nu beginnen. Bij de set zat zo'n vulkaan. Die is gemaakt van zwart plastic. En je kunt hem zo indrukken, hij is vrij flexibel en van dun plastic gemaakt. Deze vulkaan die gaan we nu laten uitbarsten. Als eerste doe ik ongeveer 2 lepels bakpoeder erin. Dan doe ik 1 druppeltje afwasmiddel erbij. En dan een beetje van die kleurstof. Zo. Ik strijk het er eventjes aan de rand. Dan komt de azijn erbij als laatste. En daardoor doen we gewoon een beetje van bij. En onze vulkaan is al helemaal aan het bruisen. Zo. Met de rode of naar de roze kleur werkt het wel heel erg goed. Het is bijna een soort dramatisch effect. Ik doe er nog wat bij, zodat onze vulkaan verder gaat met bruisen. Ondertussen gebeurt er namelijk niet zo heel erg veel meer. Je hoort het nog een beetje knetteren, net of bruisen, net zoals bij een bruistablet. Nu nog even een verklaring van wat er eigenlijk is gebeurd. Azijn en bakpoeder hebben zich vermengd en dat heeft een chemische reactie gegeven. Het azijn dat is een zuur en dat reageert met het basische bakpoeder. En daarom komt er een reactie en dan komt er kooldioxide bij vrij. En dat zorgt ervoor dat het gaat bruisen. Dat zie je in de vorm van de belletjes, dat is dus het kooldioxide. Als deze kooldioxide weg is, dan is de vulkaan ook klaar met uitbarsten en dan stopt hij ook met bruisen. Dat is eigenlijk wat je nu ook ziet. Hij doet dan niet zo heel erg veel meer. Ik vond dit tafelexperiment echt heel leuk om te doen. En het goede is dat je het zo vaak als je wilt na kunt doen. Je hoeft alles alleen maar eventjes af te spoelen en af te wassen. En dan kun je weer verder gaan met een nieuwe lading bakpoeder, azijn en wat afwasmiddel. En je kunt natuurlijk ook verschillende kleuren gebruiken als je verschillende soorten kleurstof hebt. En dan heb je een hele bonte vulkaanuitbarsting. Hopelijk vonden jullie mijn video leuk. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. En vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!